Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een favoriete video voor jullie. April is weer voorbij en dat betekent dat ik weer een hele hoop make-up producten heb getest waar ik heel erg blij van werd. Dus die ga ik jullie laten zien. Als je zin hebt in deze video, doe alvast je duimpje omhoog. En dan ga ik snel beginnen met mijn favorieten van april. Mijn schaal zit weer goed vol, dus ik ga direct beginnen. Ik begin met deze Powder Matte Blush van Catrice. Het is zo'n blushbal. Deze heeft de naam 010 Hibis Kiss. En ja, zoals ik dus al zei, het is een blushbal. Het fijne van deze blush vind ik dat hij echt een poedervorm heeft. Op de achtergrond hoor je de kat mauwen. Ik weet niet waar die last van heeft. Een poederblush dus. Ik vind dat altijd wel fijn. Heel vaak heb je ook blush die is dan toch in crème vorm. En dit is echt gewoon een poeder. Hij heeft heel veel pigment. Je moet hem wel even goed inblenden. Want het is echt een goed gepigmenteerde blush. Die echt goed zichtbaar is. En natuurlijk moet je sowieso even inblenden. Omdat je met zo'n blushbal, die breng je direct op je gezicht aan. Dan zie je echt de lijnen van waar de bal zeg maar zit. Dus je ziet echt zeg maar zo een streep. En dat moet je sowieso goed inblenden. Maar qua pigment vind ik deze blush echt fantastisch. Dan heb ik deze low budget mascara van Outdoor Girl. En ik vind deze mascara er al heel erg leuk uitzien. Het is een limited editie. Je ziet ja, allerlei dingetjes die met make-up te maken hebben. Oogjes, wimpers, mascara, van allerlei dingen. En het borsteltje is echt grandioos voor een low budget mascara. Kijk hoeveel volume dit borsteltje geeft. Je ziet eigenlijk al dat hij lekker dik is. Dus hij ziet er gewoon al heel volumieus uit. En deze mascara geeft echt heel veel volume. Ik was echt verbijsterd hoe goed deze mascara was. En volgens mij kost hij €2,50. Dus ja, dit is wel echt een hele goede mascara die veel volume geeft voor een heel zacht prijsje. Dus als je niet te veel geld aan een mascara wilt uitgeven, is dit echt een aanrader. Ik weet dat Kruidvat ze op dit moment nog verkoopt. Maar ik weet niet of hoe lang ze dat gaan doen, omdat deze stonden al een tijdje geleden in de folder. Maar ik zag ze toevallig afgelopen week nog staan. Dus ja, ze hebben ze nog wel. Maar dit is echt een hele erg aanrader. Dan heb ik deze Sun Club Matte Bronzing Powder. Deze is voor de lighter skin van Essence. Je hebt hem ook in een donkerdere variant. Die is voor iets donkerdere huid. En ik vind sowieso het patroon heel erg leuk. Deze heeft overigens de naam 01 Natural en hij ruikt echt heel erg lekker. Een licht kokosgeurtje ruik ik. Ik vind het echt super lekker. En deze kleur past echt perfect bij mijn huid. Je zag hem echt heel goed zitten. Na het inblenden zag het er gewoon heel erg naturel uit. Het was niet alsof je echt dacht van wow, wat heb jij op je gezicht. Nee, hij was echt heel naturel. Dus ook heel geschikt voor dagelijks gebruik. Misschien als je nog op school zit en je wil toch wel wat aan bronzer gebruiken, kan ik je deze echt aanraden. Omdat hij niet super opvallend is, maar je wel duidelijk contouring hiermee ziet. Dus ja, ik vind deze echt geweldig. Dan heb ik dit oogschaduwpaletje van Max & More. Dit is in de kleur 02 Nude. En dit is een mat oogschaduwpaletje. Het paletje heeft, zoals je kunt zien, 4 kleuren. Even kijken. Ja, echt 4 hele mooie matte kleuren die echt veel pigment geven. Je kunt hier echt een hele mooie naturel look mee maken. Zeer geschikt voor dagelijks gebruik. Als je niet zo zin hebt in hele opvallende make-up, is dit echt een heel goed palette. De kleuren zijn ook heel goed in te blenden. Nou, ze hebben allemaal echt heel veel pigment. En daar was ik echt heel verbaasd over. Omdat de make-up van de Action gewoon echt steeds beter wordt. En ja, dit paletje is ook weer zo leuk geprijsd en zo goede kwaliteit. Ik was er echt verbaasd over, maar ik heb er echt een nieuw favoriet paletje bij. Dan heb ik een aantal producten van de limited editie van Essence Glitter in the Air.
Ik begin even met dit nagellakje. Ik vond deze kleur heel erg mooi. Deze heeft de naam 02 Live Love Shine. En het is echt een heel mooi rozig kleurtje. Hij komt op de camera ietsjes donkerder over dan dat hij daadwerkelijk is. Maar ik vond deze kleur echt heel erg mooi. Ja, long lasting is die niet. Maar ja, dat is toch al gauw heel erg moeilijk. En vooral bij low budget nagellak is het gewoon moeilijk dat het heel lang blijft zitten. Misschien in combinatie nog met een gel lak. Dat je het een gel base coat en een topcoat in gel gebruikt. Dat het dan wel iets langer blijft zitten, maar ik vond gewoon de kleur wel heel erg mooi. En dat hij dan toch wat sneller chipt, dat neem ik wel voor lief. Want hé, het is toch een low budget nagellak. Dan heb ik ook uit die lijn deze metallic oogschaduw. Dit is de 01 Dream On. En dit is een vloeibare oogschaduw. Ik ben hier normaal niet heel erg weg van. Maar deze vond ik echt heel erg mooi. Er zit een heel klein tuutje aan, waardoor er niet heel veel product in één keer uitkomt. Je kunt deze heel gemakkelijk gewoon met je vinger aanbrengen. Ik had zelf een siliconen applicator waarmee ik hem heb aangebracht en dat ging ook prima. En het pigment van deze oogschaduw is gewoon echt geweldig. Hij deed ook niet zeer. Ik heb nog wel eens heel vaak dat als ik een vloeibare oogschaduw gebruik en mijn oogleden zijn wat gevoeliger, dat het gewoon pijn kan doen. Dat had ik met deze echt totaal niet. En ja, ik was gewoon heel verbaasd dat er zoveel pigment van afkwam. En echt dat metallic effect zag je echt terug. En dat vond ik echt heel erg mooi. Ook uit die collectie heb ik deze lipstift. En deze heeft de naam 02 Can't Buy Love But Lipstick. En ik vond de huls echt heel erg leuk al zo met die stipjes. En de lipstift is nog leuker, want dit is een soort diamantje. Ik hoop dat je het nog een beetje kunt zien. Uiteindelijk zal die vorm wel verdwijnen naarmate je hem vaker gebruikt. Maar ik vond een hele mooie kleur. Gewoon hoe het is vormgegeven vond ik heel erg mooi. En ja, de kleur was echt heel goed zichtbaar. Dus daar was ik heel, heel tevreden over. Omdat het toch een roze kleurtje is. Vaak is het wat moeilijker om dat goed gepigmenteerd te krijgen. Maar het is bij deze lipstift zeker gelukt. Het laatste product uit die collectie is deze 2-in-1 metallic en matte eyeliner. Dit is dus een eyeliner met twee kanten. Je hebt hier de matte kant. Dit is overigens groen. Ik dacht eerst dat het zwart was, maar het bleek uiteindelijk groen te zijn. En dan heb ik hier de metallic kant. Dit is een zilver kleurtje. Dit potlood heeft de naam 02 Be The Twinkle In My Eye. Ik heb hem overigens niet als eyeliner gebruikt, maar op de waterlijn. Ik ben voor de metallic kleur op de waterlijn gegaan. En dat gaf echt een heel fris effect. Ik ben zelf niet zo fan van een eyeliner in potloodvorm, maar op de waterlijn vond ik hem echt heel erg mooi. En het gaf een heel open blik, laat ik het zo zeggen. En dat vond ik echt wel heel erg, erg mooi. Dan heb ik ook een aantal producten uit een limited editie van Catrice. En dan moet ik even goed kijken hoe deze heet, want dat is moeilijk uit te spreken. Dit was de Marina Hoerman-Seder collectie. Ik weet helemaal niet of ik dit goed zeg, maar zo staat het erop. Allereerst dit hele leuke etuietje, make-up tasje. De collectie was heel erg in de stijl met riemen en eigenlijk zag je dit patroon overal in terug. Ik vond ook het heel erg leuk. Hij heeft een roze gouden rits. En de binnenkant is rood. Echt super leuk. Gewoon een heel mooi uiterlijk. Dan heb ik ook twee producten uit die collectie. En dat is allereerst een nagellak. Deze heeft de naam C01 Fuchsia's Flower. Een heel mooi kleurtje. Ik vond hem, hij is heel erg mooi dekkend. Ik heb hem op dit moment nog op mijn teennagels zitten. Daar blijft hij wel heel lang op zitten. Op mijn vingernagels helaas niet. Maar dat komt toch omdat je met je vingers vaak meer doet. Of met je handen, bezigheden en zo. Hij is niet super long lasting. Maar dat is precies hetzelfde wat ik net bij die andere nagellak vertelde.
Dat kun je denk ik ook niet heel erg verwachten van low budget nagellak. Maar ik vond de kleur heel erg mooi. Ook vind ik de details heel erg mooi. Ook weer die gouden ring. Ja, dat dop die heel mooi terugkomt. Echt heel erg mooi. En dan heb ik ook een blush uit die collectie. En dit is een... ja. Oh. Ik draai de dop eraf en hij had zich een beetje aan de dop gezogen. Maar je ziet er niks meer van terug. Dit is de blush. Dit is een, meer een cream blush. Die ja, echt heel mooi kunt aanbrengen. Je kunt hem ook prima uitblenden. Deze zou ik persoonlijk bij mijn vingers uitblenden. Omdat, ja, omdat cream producten zijn iets moeilijker te blenden met een kwast, vind ik zelf. Maar ook veel pigment. Niet heel erg aanwezig. Hij blijft vrij subtiel. Dus het is niet alsof je ineens clownswangen hebt of zo. Maar echt een heel mooi, ja, mooie subtiele kleur kwam er vanaf. Zoals je ziet, ik draai de dop erop en hij zuigt zich direct weer vol. En heeft deze ook een naam? Even kijken hoor. Ik zet de naam even hieronder in, want die moet ik even opzoeken, want die staat hier niet op. Maar ik weet dat die een naam heeft. Dan heb ik van Essence twee producten die bij elkaar passen. En dat is allereerst de Camouflage 2-in-1 Make-up en Concealer. Deze heb ik in de kleur 10 Ivory Beige. En dit is een tubeflacon, zoals je kunt zien. En ik vond de kleur vooral heel erg mooi. Ga ik naar de dekking kijken. De dekking is prima, maar je moet er wel een concealer bij gebruiken. Het is niet dat hij alle imperfecties dekt als je geen concealer gebruikt. Dus ik zou zeker wel een concealer aanraden bij deze. Maar ik vond hem wel als gewoon foundation goed dekken. En de kleur die paste perfect bij mijn huid. En dat is vaak nog wel een dingetje. Maar deze was echt prima. En daarbij heb ik dan ook de Camouflage 2-in-1 Powder en Make-up. Deze heb ik ook in de kleur 10 Ivory Beige. Op de beschrijving staat dat je deze kan gebruiken zonder concealer. Nou, zo dekkend vind ik hem dan persoonlijk niet. Zonder foundation moet ik zeggen. Zo dekkend vind ik hem dus persoonlijk niet. Maar gewoon over de foundation heen vind ik hem echt prima. Ook vind ik het doosje heel erg mooi. Er zit een spiegeltje in. Dat zijn we niet zo gewend van Essence. Maar deze heeft dat dus wel. En deze in combinatie met de foundation vind ik echt top. Dit is echt een top combinatie die samen heel fijn is in gebruik. Dan heb ik van Catrice de Light and Shadow Contouring Blush. Ik heb deze in 030 Rose Propose. En dit is dus een blush met twee kleuren. Ik vind allereerst de binnenkant prachtig met die letters erin, dat CA. Je kunt deze kleur als highlighter gebruiken en deze als blush. Ook kun je ze combineren. Ik vind dat echt een heel mooi effect geven, want dan wordt de blush nog net weer iets lichter. En dan door het mengen wordt de kleur gewoon ja, eigenlijk nog mooier, vind ik zelf. Ik vond het echt een hele fijne blush. Maar je kunt hem, zoals ik dus zeg, ook gewoon apart van elkaar gebruiken. Dus echt als highlighter en als blush. Je hebt deze in meerdere kleuren. Dus ik denk dat er bijna voor elke huidstype wel een kleur is die bij jou past. Dan heb ik van de Action de gel lamp. En daar hoort dus ook deze mini lamp bij. Die ga ik er even voor jullie uithalen, zodat jullie hem ook daadwerkelijk goed kunnen zien. Hier zit een snoertje bij die je in je computer kunt stoppen. Maar bijvoorbeeld ook gewoon in als je een gewone stekker hebt waar je hem gewoon in kunt pluggen. En dan kun je hem ook via het stopcontact gebruiken. Overigens kun je er ook batterijen in doen aan de onderkant als je hem zonder snoer wilt gebruiken. Maar dit lampje is echt super schattig. Hij heeft een hartvormpje. Ook het knopje heeft een hartje. Er past wel één vinger per keer in. Dus echt gewoon zo wat je doet. Maar ik vond deze lamp, vind ik heel erg fijn in combinatie met de lakjes die ik jullie zo ga laten zien. Helaas weet ik niet of dat de lamp nog terugkomt. Op dit moment heeft Action hem niet in het assortiment. Want ik heb hem al langere tijd in huis.
Maar heb even gewacht met een review. Dus wie weet komt deze dus nog terug. Maar ik vond dit echt een hele fijne. En dan ga ik even een aantal lakjes laten zien. Het fijne bij de Action is dat ze op dit moment een base coat hebben. Dat is dus deze. Die je ook laat uithouden onder de lamp. En het is toch het beste om een base topcoat te gebruiken bij gel lak, vind ik persoonlijk. Omdat het toch wat langer blijft zitten. En deze base coat is echt heel erg goed. Ze hebben bij de Action geen cleanser. Wat je normaal bij gel lak gebruikt. Maar gewoon alcohol die je bij de drogist kunt kopen. Om bijvoorbeeld ook wondjes te ontsmetten of dat soort dingen. Oorbellen te ontsmetten. Kun je dus kopen. En dat werkt eigenlijk beter dan een cleanser, vind ik zelf. Want dan is je plaklaag gewoon weg. Dan heb ik 4 kleurtjes. Helaas hadden ze er niet meer. Zodra er weer meer kleurtjes komen, ga ik er zeker meer aanschaffen. Want ik ben hier helemaal weg van. Ik heb allereerst de rode. Deze dekte ietsjes minder goed. Omdat deze kwam nog uit de begincollectie dat het net bij de Action kwam. Dus deze is ietsjes minder rood. Met meerdere laagjes wordt hij wel roder. Maar je hebt echt aan 2 laagjes niet genoeg. En ja, gauw als je dan al weer meer laagjes moet aanbrengen, wordt het echt wel een heel dik gedeelte op je nagel. Maar ik vind de kleur wel mooi. Dus rood. Dan heb ik een nude kleur. En die vind ik ook heel erg mooi. Ik zal eventjes laten zien. De substantie is vrij dik. Van deze nagellakjes. Ik hoop dat je het kunt zien. Het is een vrij dikke substantie. Deze kleur die dekte op zich eigenlijk na 1 keer al prima. Ik vind het persoonlijk fijner om 2 dunne laagjes aan te brengen. Maar ja, deze nude kleur die was ook heel erg goed. Dan heb ik pink. Dit is echt een hele mooie roze kleur. Op het doosje was die donkerder dan dat die uitviel. Maar toch viel het me niet tegen. Dus echt heel mooi roze. En dan heb ik Rose Quartz. En deze geeft een soort ombre effect. Want deze neigt een beetje naar wit-roze. Je hoort een kat op de achtergrond mouwen. Die is een beetje vervelend. Wit-roze en echt... het effect gaf een soort ombre effect dat hij doorliep. Want hier liep hij van echt van roze naar wittig. Dat vond ik heel erg mooi. Helaas heeft Action geen topcoat. Je kunt ook gewoon een topcoat van een ander merk gebruiken. Ik raad het zelf wel aan. Maar ja, goed, als je echt geen topcoat hebt, snap ik ook wel dat je een echt low budget topcoat die... Zijn er volgens mij niet. Ik heb zelf nog een collectie van Essence die ik dan gebruik. Van de gel collectie die ze een aantal jaar geleden hadden. Ja, die was wel low budget. Helaas is dat er op dit moment niet. Dus ja, dan zou je het zonder topcoat kunnen doen. En misschien zou je ook wel een gewone topcoat eroverheen aan kunnen brengen. Dat weet ik niet. Ik heb alleen met een topcoat voor onder de lamp uitgeprobeerd. Dan heb ik dit My Must-Haves paletten. En dit is de paletten voor 4 kleuren. Essence heeft sinds kort verkopen ze hun eigen lege palettes. Met 4, voor 4 producten en 8 producten. En ik heb allereerst review gedaan met de 4 producten. En ik heb ervoor gekozen om oogschaduw in te doen. Je kunt ook producten voor het gezicht krijgen. Dus poeder, blush, bronzer, highlighter en ook voor de lippen zijn er producten. Dus dat is echt super leuk als je zo'n palette wil samenstellen. Essence is ook het eerste low budget merk die met zoiets komt. Dus echt super leuk. En ik heb mijn paletten dus samengesteld en ik heb deze kleuren erin gedaan. Ik zal de kleuren eventjes in de beschrijving of eventjes hieronder zetten. Van links naar rechts, want ik weet het zo niet meer uit mijn hoofd welke kleuren het zijn. Maar dat zoek ik even op. Ja, ik heb voor deze kleuren gekozen en het is echt super mooi, want ik heb eigenlijk een highlight kleur, een kleur voor de oogleden, voor de arcadeboog en in de outer V. En het pigment is echt heel goed. Wel zijn de kleuren iets poederig, dus het afkloppen van je kwast is echt een must
Want ik ging bijvoorbeeld de paarse aanbrengen en die was best wel een beetje doorgelopen doordat die poederig was. Dus afkloppen van je kwast is echt een aanrader. Maar ik vond deze kleuren echt super gepigmenteerd. En ik vind het hele systeem gewoon van het samenstellen van je eigen paletten echt geweldig. En ja, ik hoop dat Essence zeker met nog veel meer kleuren gaat komen misschien in de toekomst. Uiteraard zijn er veel meer kleuren verkrijgbaar. Ja, neem zeker dan eventjes een kijkje als je daar geïnteresseerd in bent bij het Essence-schap of even op de website. Want daar kun je alle overige informatie vinden over deze My Must Have palettes en ook de refillers. Dan waren dit alweer mijn favorieten van de maand april. Ik ben eigenlijk heel tevreden. Ik vond het ook best wel weer veel. Meer favorieten dan veel producten. Dus dat is altijd een goed teken. Ik ben zeker benieuwd of jullie producten uit mijn favorieten zelf hebben geprobeerd of kennen. Of wat jullie ervan vinden. Laat het me zeker eventjes weten. Als je op de hoogte wilt blijven van mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op de abonneerknop te drukken. En voor nu wil ik je bedanken voor het kijken. En ik zie je heel snel weer. Doeg!